Greet, jij hebt zelf borstkanker gehad. Klopt. Je wilde eigenlijk zelf stoppen met de politiek. Ja, ja dat klopt helemaal. Het is een beetje een vreemd verhaal nu... Uh het is iets meer dan drie jaar geleden dat ik inderdaad geconfronteerd werd met borstkanker. En ik heb op dat moment wel gemerkt dat in mijn traject dat ik toen had van operatie, chemo, bestraling, dat eigenlijk multidisciplinaire zorg op dat ogenblik voor mezelf heel belangrijk is geweest in het verdere traject naar genezing toe, maar ook voor mijn omgeving en mijn familie. En we weten allemaal dat eigenlijk al een... Ongeveer 10, 15 jaar eigenlijk geleden is borstkanker enorm bespreekbaar is geworden, mm -hmm. en dat eigenlijk zowel de behandeling als die zorg uh, daarbij uh, enorm geëvolueerd is in positieve zin. Echt waar, ik kan daar uh, heel positief over zijn, mm -hmm. want het heeft mij enorm geholpen om te zijn wie ik nu ben en hoever ik daar nu mee sta. Um, en vandaar dat er nu nog wel een aantal uh, nieuwere uh, of minder bekende ziekten zijn, waar eigenlijk eenzelfde traject enorm belangrijk is, waar dus eigenlijk zorg voor vrouwen echt wel heel belangrijk ja. is. Dus er zijn een aantal ziektes die onderbelicht blijven op een ja, of andere manier? Ja. Zoals... ja, dat vind ik wel. Ja? Ja? Uh, ja, ik wil een voorbeeld geven, bijvoorbeeld endometriose is zo eentje uh, dat eigenlijk nu stilaan in de media begint te komen, maar wat eigenlijk al langer uh, gekend is en ik vind het wel belangrijk dat daar ook onderzoek blijft naar gedaan worden, dat er ook een bewustwording is bij het ruimere publiek, zodanig dat de mensen wel perfect weten Waarom gedragen vrouwen zich in bepaalde periodes misschien een beetje anders? Ook bijvoorbeeld bij de menopauze. Um, dat is ook zoiets waar, waar veel vragen over gesteld worden. En ik denk dat het belangrijk is om dat bespreekbaar te blijven maken, uh, zodanig dat iedereen wel weet van wat is er nu eigenlijk gaande. Mm -hmm. En zorg daar alsjeblieft wel voor. Een vrouw moet natuurlijk voor zichzelf zorgen, mm -hmm. maar ook de omgeving is daar heel belangrijk bij ja, ja, om ja. goed in te schatten wat er nu eigenlijk aan de ja, hand is. Ja. Ja. Maar je bent niet uit de politiek gestapt. Je zit er duidelijk nog in. En zijn dat dan wel bepaalde... Uh acties die je wilt ondernemen? Of? Wel, um, natuurlijk in, in mijn persoonlijk geval, uh, als het over borstkanker gaat, denk ik, en heel veel mensen nog, oh, dat is een typische vrouwenziekte, ik wil daar dan eigenlijk zo'n beetje iets speciaal over zeggen, in die zin dat er ook mannen zijn die wel uh, borstkanker krijgen, ja. en het zijn ook zij die meer aandacht daarvoor vragen, en het toeval wil nu dat ik de voorbije maanden te weten ben gekomen dat 7 oktober, mijn verjaardag eigenlijk, uh, nu uitgeroepen is tot de borstkankermandag, of ik weet niet hoe ik het juist moet mm -hmm. zeggen, maar dat eigenlijk de dag geworden is, waarbij eigenlijk ook borstkanker bij mannen uh, uh, in het daglicht komt te staan, zodanig dat ook iedereen wel weet dat mannen daar kunnen mee geconfronteerd worden. Mm -hmm. Nu, bij endometriose uh, zou ik toch willen uh, voorstellen, of onze partij wil dat zeker, dat het eerste jaar van de volgende beleidsperiode er een actieplan komt om ook uh, daar meer aandacht voor te hebben en ook de vrouwen meer te kunnen ondersteunen uh, naar de gezinssituatie, naar de werkgeverssituatie. Ook bijvoorbeeld in een onderwijssituatie als jongeren uh, het een aantal dagen moeilijk hebben als zij die ziekte hebben. Dus ik vind het wel belangrijk dat daar een actieplan rond komt om dan eigenlijk ook in een traject te komen wat eigenlijk nu met borstkanker ook wel het geval is. Uh, zodanig dat je de goede zorg krijgt, niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ruimere omgeving, voor je familie, voor je vrienden, mm -hmm. uh, als je het op een bepaald moment een beetje moeilijker hebt. Mm -hmm. ja.